Het was onmiddellijk een ingeving van dit is een film. De lat ligt voor ons heel hoog. Alles ziet er prachtig uit. Het is een hele mooie love story. Ja, en die wil je gewoon vertellen. Het is een heel bijzonder liefdesverhaal. Ja, het is echt een rollercoaster. Nu nog steeds. Toch geen flauw dat we die eindigen. Heel waar, maar ook heel hard verschillend. Dus alles bij elkaar is Sunny Boy voor mij een wonderboek geweest. Ja, Ricky. Ja, dat is zo, ik vind sowieso een geweldige actrice en ze is eigenlijk de geknipt voor deze rol. Ze is zo sympathiek als mens en dat straalt ze ook uit als actrice. En ik ben heel, heel blij dat we haar hebben kunnen vinden en dat ze het wilde doen. Ik ben me wel heel erg bewust dat het echt gebeurd is allemaal. Dus als we dan in Scheveningen filmen op plekken waar zij ook echt geweest is, of daar bij dat pension, zij heeft daar echt dat pension gehad. Dus dat is zo gek. En dan kijk ik naar de zee en denk ik, ja, ze heeft dus echt ook naar deze zee staan kijken, net als ik nu. Zeg maar dat het toen anders was, dat maak je eigenlijk duidelijk door de mensen om haar heen. Dus haar ouders die roepen, je moet naar hem terug. De huisbaas die niet wil dat ze met een zwarte huurder samen woont. Maar de mensen om haar heen, die hebben een oordeel. En dat botst. Haar man natuurlijk, van denk je nou dat jij nu nog een toelage krijgt? De zus van Waldemar, die komt vragen, die komt dan naar Nederland toe en die vindt hem dan helemaal een beetje in een totale armoeige toestand, dat ze denkt, nou, ik dacht dat je op de universiteit zat om te studeren en je zit hier. En wat is dit? En die stopt dan ook haar toelage, want die familie lag ook krom om hem dit allemaal maar te laten betalen. En dus in die zin wordt zeg maar vanuit de buitenwereld tegendruk uitgeoefend dat ze het niet accepteren hoe zij leeft. Er zijn een paar scènes die echt spelscènes zijn. Heel veel wordt ook verteld via, dan zie je gewoon waar ze zijn en zie je veel handelingen en zo. Maar er is een aantal scènes dat, het gaat echt over de dialoog en over, dus nou ja, Sergio en ik hebben het dan heel zwaar, Waldemar en Rika hebben het heel zwaar in het pension. En hebben een heel klein kamertje en wonen heel armoedig. En zijn er allebei ongemakkelijk over en daar krijgen we dan ook ruzie over. En dat vind ik toch het leukste om te doen, om echt spel, echt te spelen, samen te spelen. Waar is je zus? Die is weg. Komt ze nog terug? Ze reist morgen haar man achterna. Waar naartoe? Batavia. Dat we zo diep kunnen zinken. Wat? Dat jij de deur van mij dicht smijt alsof ik een stuk vuil ben. Schaam je soms voor mij? Ja, zwijgen is ook een antwoord. Ik weet genoeg.